De scharrelkids van het IVN zijn heel wat wijzer geworden over vogels. Want dat was het onderwerp dat zondag in de belangstelling stond in het tijdelijk natuurhuis aan de Deldense Straat. Scharrelkids is een jeugdafdeling van de IVN. Van 4 tot 12. En dat is één keer in de maand. Komen wij dan samen en dan doen we iets met de natuur. Wat ben je hier aan het doen? Een vogel aan het maken. Een vogel. Een eekhoornparadijs. Wat een handig om de oh. En als je een andere kleur op dezelfde kleur als je wil. Ja. En dan maak je er nog één. Kijk, en dan kun je zo. Oh, Brennan, je hebt hartstikke goed. Eén vogeltje klaar hebben. Ik heb het vogeltje klaar. Als we naar buiten kunnen, gaan we altijd naar buiten. Als de mogelijkheid er is, altijd naar buiten. Want dat is het leukste van de natuur, dus dat moet ook gebeuren. Oh, de woeste vogels. Ja, maar ja. Geen eenden. Dus een eend is geen vogel. Die gaan we daarna. Ja. We gaan straks ook nog allemaal veren bekijken. We hebben twee groepen. De jongste die zitten dan in het andere gebouw. En hier zitten dan de wat ouderen. En dat is omdat het anders te druk wordt voor de kleintjes. Wat ben je hier aan het doen? Vogels maken. Kan je een beetje vertellen hoe je dat doet? Ja. Blijf kijken bij mijn teentjes. Wat is dat rode dan? De vleugels. Mag ik aan de wassen? Waar heeft de vogel dan vleugels voor nodig? Om te vliegen. Heel mooi. Een meeuw ken ik. En allemaal regen ze pindaslingers, want de barre tijden voor vogels breken weer aan.